Hoi, dit is de nieuwe video van Thuis Museum. Ik ben Lieke en ik ben een van de cultuurvloggers van My Daily Shot of Culture. En in deze tijden van corona, en gelukkig is het langzaamaan, zijn we het aan het overwinnen. Maar in deze tijden brengen we de musea en de tentoonstellingen bij jou thuis op de bank. Of misschien wel lekker in de tuin. Het is prachtig weer. En misschien herken je het al, ik sta in het midden van het land. Hier is een plaatsje. Achter mij is de Rijn. Nou ja, misschien weet je het. Ik ben in Rhenen. En niet om de babypanda's te laten zien die hier pas geboren zijn natuurlijk. Maar om een stukje geschiedenis van en over Rhenen te vertellen. En dat doe ik door een wandeling in het Stadsmuseum Rhenen. En ik wil hier beginnen. Achter mij zie je de Cunera-kerk. En die ga je straks nog heel vaak zien in het museum. Dat zie je misschien minder goed, maar in de schaduw zie je nog de rest van de oude stadsmuur die hier heeft gestaan. Nou ja, en dit aangezicht, dat gaan we nog heel vaak zien. Dus onthoud het even goed en dan gaan we nu naar het museum toe. Zo, en dan zijn we hier op de markt. Eigenlijk het oude stadshart, het oude stadsgedeelte. Met hier achter mij het oude raadhuis, waar het Stadsmuseum Rhenen in zit. En het is eigenlijk een middeleeuws gebouw met een 18e-eeuwse gevel erop geplakt eigenlijk. Ook heel bijzonder, dit is een van de 11, ik hoop dat je het goed kunt zien met de zon, een van de 11 waterpompen, waar dus nog water uit werd gehaald. En ja, deze markt zag er vroeger wel net iets anders uit. Nu staan er auto's geparkeerd. Hier heb je weer de Cunera-kerk achter de boom verstopt. En hier tussen zat nog de Waag. Dus hier werd vroeger vis gehandeld, hier op deze markt. Nou ja, hier op 2 minuten lopen is dus de Rijn. En we lopen nu naar de ingang van het Stadsmuseum Rhenen. En dat is gelijk ook het VVV-kantoor. En het grappige daaraan is dat het tweede VVV-kantoor van Nederland is. Ze hadden als tweede stad in Nederland een VVV-kantoor. Kijk, daar zijn we. En gelijk wat ik al zei, hè? Daar hebben we dat aangezicht van Rhenen met de Cunera-kerk en de Rijn en de molen, maar die zien we vanaf hier zien we niet. Voordat we de tentoonstelling ingaan, wil ik je ook nog even andere delen van het gebouw laten zien. Kijk, hier bijvoorbeeld. Dit is het museumcafé. Heel erg huiselijk is het hier. En dit was ooit het kamertje van de gemeentesecretaris. En met deze verrassing op het plafond, deze mythologische vertelling, die komt eigenlijk uit een ander landhuis. Die heeft hier, die is cadeau gedaan ooit om hier, toch een luxe plafond te hebben voor de gemeentesecretaris. En nu dus het museumcafé. En hier werd vroeger recht gesproken in de middeleeuwen. Er zaten hier de schepenen en de schout. De schout zaten hier op deze bank. Dit is gewoon nog de originele bank. En hier stonden dan de misdadigers voor. Die werden uit de kelder gehaald hier. Dus die werden in de kelder opgesloten en dan hoorden ze hier hun vonnis. En als er dan een vonnis was uitgesproken, dan werd aan dit touw een flinke hengst gegeven. En dan gingen hier boven op het raadhuis de klokken luiden. Zodat iedereen wist in Rhenen en omgeving dat het hier, dat er iets belangrijks besloten was. En dan kijken we nog even gauw in de trouwzaal. Ook wel zo'n prachtige statige plek met ook een heel mooi plafond.
En deze zaal, in deze zaal hangen schilderijen die eigenlijk al het, het verhaal van Rhenen vertellen. Dus het ligt aan de Rijn, tussen prachtige uitgestrekte weilanden in. Op een heuvel, aan de Utrechtse heuvelrug dus. En, en die stadsmuur die er dus nu niet meer is. Kijk, hier hebben we nog heel veel op de gevoelige plaats staan, om het zo maar even te zeggen. Nou, en hier in het Stadsmuseum Rhenen is dus een tentoonstelling te zien. Dat is een vaste tentoonstelling. En dan ga ik jullie nu even mee naartoe nemen. Die heeft drie kamers en die bestaat ook eigenlijk uit drie onderdelen. Dat zijn schatten, strijdtoneel en schoonheid. En dat gaat over de drie onderwerpen die hier aan het licht worden gebracht. We gaan nu de eerste kamer in en dat is die van de schatten. Die is hier. Dit is de titel van de tentoonstelling. Er werd hier veel gejaagd. Het was een heel vruchtbare grond hier in de Betuwe natuurlijk. En aan het water. Hier hebben we trouwens nog een mooi doorkijkje naar de... Oude raadzaal. Nee, dat is niet de oude raadzaal trouwens. Wat we hier zien, dat is het zomerpaleis. En dat staat er niet meer. Dat is helaas weg. Dit is een maquette daarvan. Kijk, dit is het zomerpaleis. En dat was van Frederik van der Palts en Elizabeth Stuart. Daar heb je ze. En zij kochten dit paleis toen, dat was toen een klooster. Ze hebben daar een paleis van gebouwd en ze hebben daar ontzettend de bloemetjes buiten gezet. Als we weer even teruglopen, dan zien we hier een rekening. Ze hebben Rhenen ontzettend in de schulden gestoken. Er hingen allerlei schilderijen binnen. Deze van Rubens bijvoorbeeld. Nou ja, dat was een paleis met heel veel pracht en praal. En er is nu dus op een paar stukken steen niets meer van over. Maar ze hebben hier een mooie animatie gemaakt om... dan kun je dus een beetje kijken hoe dat er dus ongeveer uit heeft gezien. En dat zat dan weer aan de achterkant van de Cunera-kerk. Nou, dat is dus een beetje fantaseren van hoe dat eraan toe ging toen en hoe dat er heeft uitgezien. Er zijn hier heel veel archeologische vondsten gedaan in Rhenen. En dit is er zo één van, een grafemmer, waarin ooit de as van een koning heeft gezeten. Daaromheen of daarin werden ook nog spullen gedaan om mee te geven naar het hiernamaals. Zo zag een echte vorstengraf eruit. En dit is wel bijzonder. Deze grafemmer is gevonden door een 15-jarige scholier. En die vond dat allemaal eigenlijk in hele kleine snippertjes. Toen er een boom omging, een grote boom, toen vond hij tussen de wortels snippers van deze grafemmer. Toen heeft hij zijn leraar erbij gehaald. En toen is dit gerestaureerd. En dat is dus deze enorme grafemmer geweest. Nou, die werd dus gebruikt als urn. Maar zo'n hoge pief die daar dan in begraven werd, die werd ook nog eens begraven met bijvoorbeeld zijn paard en wagen. Dus zoals je hier wel mooi zeggen, dat is eigenlijk alsof je nu samen met je Tesla wordt begraven. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. En hier hebben we ook nog een hele mooie vondst. Deze drie.
En dat lijken wel sieraden, maar dat is eigenlijk meer een geschenk. Dit zijn omgesmolten Romeinse munten. En het goudgehalte is echt ontzettend hoog. En ik vind het echt prachtig. Ik zou het eigenlijk zo, ik zou het zo wel willen dragen. En dat, dat geeft ook aan dat de Romeinen zaten hier aan de overkant van de Rijn. En dat werd dus als geschenk gegeven om, om de vriend te vriend te houden en niet als vijand te gaan beschouwen. En deze kettingen die zijn in 3 keer gevonden. En de eerste is gevonden door meneer Van der Linden. En de tweede ook door diezelfde meneer Van der Linden, een paar jaar later. En toen werd er gevraagd aan hem, wat wil je ervoor hebben voor deze vondst? En toen zei hij heel bescheiden, ik heb steun, dus ik zit in de bijstand. Dus ik zou graag eigenlijk wel een warme winterjas ervoor willen. Dus dat is wat deze ruil is geweest. En dan hebben we hier een middeleeuws beeld van de heilige Cunera. Het is de beschermheilige van Rhenen. En hier vinden we er nog de overblijfselen van het Zomerpaleis, wat nu dus niet meer bestaat. Dit geeft wel aan hoe dat er ongeveer uit heeft gezien. Pracht en praal. Heel veel archeologische vondsten dus hier, wat goed het verhaal vertelt van de geschiedenis van Rhenen. En dan lopen we nu door naar de tweede kamer. En dat is het strijdtoneel. Want er is heel veel strijd geleverd hier in Rhenen. Rhenen werd eigenlijk altijd een beetje ondergelopen. Omdat soldaten van welke oorlog dan ook door Rhenen heen kwamen. Dus het heeft veel legers gezien hier. Hier bijvoorbeeld een vikingsvaart. Je kunt je voorstellen hoe oud dit is, dat dit dus goed bewaard is gebleven. En dit is wel een hele mooie. Dit is een niet het originele schilderij, dat heeft hier wel gehangen. Maar dat is nu van het Rijksmuseum. En dat is ooit voor 17.000 gulden verkocht aan het Rijksmuseum. En dat geld ging dan naar de Cunera-kerk, zodat het opgeknapt kon worden. En dit geeft eigenlijk wel een beetje weer hoe Rhenen er in tijden van strijd uit heeft gezien. Hier wordt de ophaalbrug wordt binnengehaald, dus de poort gaat dicht. Soldaten die de stad aanvallen. Hier staat ook al iets in brand. En hier heb je een doorkijkje in de kerk, in de Cunera-kerk, waar de heilige daar opgebaard ligt. En hier zie je een kleine, misschien is het wel een wonder, een Cunera-wonder gebeurd. Deze man wordt aangevallen met een zwaard, maar door het wonder wordt dat zwaard is dat helemaal krom gesmolten en kan er dus niet meer mee gedood worden. Dat zou wel eens het werk van Cunera, de heilige Cunera, kunnen zijn geweest. Het is heel groot ook, groot werk. En hier zien we nog een Spaanse legerhelm. En ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is Rhenen flink getroffen.
ziet wat weerspiegeling, dus ik hoop dat je het goed kunt zien. Kijk, het schilderij op zich is niet heel bijzonder wat we hier zien, maar of wat er wordt afgebeeld. Dat hing hier in de raadzaal van het oude raadhuis. En dat zijn Duitse soldaten die hier zijn afgebeeld. En toen de Duitsers dit zagen en vonden in 1945, toen hebben ze hier er kogels doorheen gejaagd en het doek doorgesneden. Nou ja, en ook dus verwoeste huizen, renen in puin. Maar gelukkig sluiten we af met de schoonheid van Rhenen en die de omgeving hier te bieden heeft. En dat is ook de reden waarom heel veel kunstenaars hier naartoe kwamen om de plek hier te schilderen. Heel bijzonder natuurlijk met die stadspoorten en de Rijn ook ervoor. En die Cunera-kerk die dus de skyline van Rhenen bepaalde en nog steeds. Bijvoorbeeld Rembrandt die heeft hier zes tekeningen gemaakt. En dan wil ik je eentje laten zien. Dat is vanaf de pont. Kijk, zo'n 600 jaar lang is er gebruik gemaakt van een pont. En het pontje is er nu nog steeds. Maar er is gelukkig ook een brug waar ook auto's overheen kunnen. Maar voorheen deden ze dat dus met het pontje. En dat is wel leuk om te laten zien. Dit was dan de prijslijst van de pont. Een zuigend veulen. Nou, die mocht gratis bijvoorbeeld. En hier heb je dan de spoorbrug die werd gebouwd. En later dus ook de gewone brug waar je overheen kan. Ik loop nog even met jullie naar de tuin. Dan moet ik die kant op. Kijk, altijd spannend als je in een nieuw museum komt. En dat is wel leuk, want die tuin die kan gebruikt worden door ook de inwoners hier. Zo probeert het Stadsmuseum Rhenen ook nog wat aan die verbinding te doen hier in de stad. En dat is wel bijzonder natuurlijk, een kopje koffie drinken in het oude stadshart. De vogeltjes dus fluiten. Nou, als deze video online staat, dan kun je het museum als het goed is weer bezoeken als we geen tegenvallers krijgen. Dat kun je doen met een reservering en via de website. Die link kun je hieronder in beeld vinden. Je kunt natuurlijk ook nog steeds het museum steunen als je wil. En dat kan met een vrijwillige bijdrage. En ook die link naar de donatieknop kun je hieronder in beeld vinden. Ik zou willen zeggen, kom lekker naar Rhenen en dan niet alleen naar Ouwehands Dierenpark. Want ja, de babypanda's die zijn ook leuk natuurlijk. Maar als je nog wat tijd over hebt, kom lekker op de fiets of misschien wel lopend. En neem een bezoek aan het Stadsmuseum Rhenen ook nog even mee. Dankjewel voor het kijken en we zien je graag een volgende keer. Doei! Bye.